Maar wel mooi gesminkt. Ja. Oh, goed hè. Het Volksfeest 2010 begint weer traditioneel met de lampionoptocht. Ja. Weer wat minder gunstig, het gaat toch door, hè? Ja, het leek vandaag natuurlijk even van het zou niet doorgaan, maar zoals het er nu naar uitziet blijft het droog tot in ieder geval tot 9 uur. En ja, ik denk, de kinderen maken het eigenlijk helemaal niet uit, maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met muziekkorpsen en zo, dat die het uniform niet nat krijgen. Dus we gaan ervan uit dat het tussen 8 en 9 op dit moment droog blijft. En dan gaan we ervoor. Wat is het thema dit jaar? Het thema is superhelden. En als je de optocht rondkijkt, dan zie je dat de leiding van de kindercommissie ook verkleed is als een superheld. Maar je ziet ook heel veel kinderen natuurlijk die verkleed zijn. En ook traditioneel prinsesjes en prinsen. En van allerlei creaties, clowns, elfen, van alles zie je rond dattelen hier. Blijft het droog? Nee. Superman, nou nog mooier. Want er zijn hier gigantisch veel superhelden. En al die superhelden die willen natuurlijk zich laten zien in de optocht. En daarom beginnen we ook weer traditioneel zoals elk jaar ons volksfeest in Aalten met een lampionoptocht. Oh,
Ramon, wat is uw taak in dit gebeuren dit jaar? Neerlopen en de optocht regelen. Dat er geen gaten vallen en dat het goed verloopt. En het gaat goed, hè? Het gaat nu tot nu toe nog goed. Ja, het is droog en het loopt dan één stuk door. Daar zijn we heel blij mee dat het droog is, dat sowieso. Nou, veel succes. Ja, dankjewel. En wat vond u van de Lampionoptocht? Ja hoor. Ja. Genoten? Ja. Ja, leuk. En het bleef droog, hè? Het bleef droog, ja. Gelukkig wel. Ja, ja. Weer horen waren met ons. Ja.